Goedemorgen, Victor. Goedemorgen, dat klinkt enthousiast. Ik ben altijd enthousiast. GPS is ook enthousiast, dat is mooi om te zien. Backseat Boys. Ben je druk bezig met van alles nu? Of valt het mee? Nee, ik doe mee aan Dancing with the Stars. Ja? Ik ben heel de dagen aan het dansen. Echt van 's morgens tot 's avonds, elke dag. Ze hebben mij dat gevraagd van 4. Ik heb toen in een overmoedige bui ja gezegd, omdat mij dat wel lachen leek. Er schijnt altijd heel veel over u in de boekjes als het over uw liefdesleven gaat. Hoe zit het daar nu mee? Ja, vrij kalm eigenlijk. Ik zit zo op een leeftijd dat ik het gewoon heel fijn vind om aan niemand verantwoording te moeten afleggen. Als ik een avond thuis wil zitten, zit ik thuis. Als ik mijn vriend opzap wil, ga ik mijn vriend opzap. Terwijl als je een vriendin hebt of een vriend, dan moet je toch altijd rekening houden met elkaar. En dat is natuurlijk ook normaal in de bedoeling van een relatie. En ik heb daar gewoon op dit moment geen goesting in. Ik heb u eens opgezocht op Google. En er staat niet bij presentator, acteur of weet ik veel wat, staat er niet bij, maar altijd zoon van Gert Verhulst. Ja, dat is ook zo. Ik ben er ook trots op, dus ik vind dat ook niet zo dat ik tegen moet vechten. Ja, ik mag van mezelf niet verwachten dat ik dat ooit op een of andere manier kan overtreffen of zo. Zou je dat ooit overwegen, stel dat je papa morgen zegt, ik stop met Studio 100, om het dan over te gaan nemen? Als hij dat morgen zegt, dan zeg ik, is dat goed zot. Ja, ik zeg altijd, je weet nooit wat de toekomst brengt, maar dat is zeker niet de... Een grote ambitie of zo, zeg maar. Studio 100 heeft gigantisch veel figuren. Ja. Een heel, heel stoute vraag. Eentje waarmee je naar bed zou gaan. Eentje waarvan je zegt, oké, daar wil ik mee trouwen. En eentje waarvan je zegt, die duw ik van een brug. Ja, naar bed wil gaan. Iedereen kent mijn verleden met een van de dames van K3, dus ik zal het daarop ophouden. Op diezelfde dame of op de andere dames? Nee, op dezelfde. Van een brug gooien, jongens. Ik zal kiezen voor... Voor Maya erbij, want als ik die van een brug duw, dan kan die gewoon door blijven vliegen. En als ik met iemand moet trouwen, jongens toch, dan ga ik voor Megamindi, want die kan me dan een heel leven lang beschermen. Gert stopt met Samson, dat weet iedereen. Dat weet iedereen, ja. En er stond een artikel in verschillende boekjes waarbij zo werd gezegd wie gaat de opvolger worden. En elke keer word jij daarin vernoemd. Ik ben de allergrootste Samson en Gert fan, maar ik heb helaas niet het zang- en acteertalent om dat prachtige product met het nodige respect voor te zetten. Dus officieel, Victor Verhulst wordt niet de nieuwe Gert? Ik word niet de nieuwe Gert, nee. Je hebt dan ook inderdaad je Love Island gepresenteerd. Ja. Daar komt dan wel wat kritiek op. Onvermijdelijk. Is dat iets wat je persoonlijk neemt? Wel, het trekt op niks wat hem aan het doen is. Of mag ik dat alleen maar doen omdat het een zo'n fan is. Maar ik snap dat ook. Ik zou misschien ook zo reageren als er ineens iemand die ik mag presenteren of zo. Dat je denkt, ja, maar van waar komt die eigenlijk? Ja, gewoon. Dan zou ik dat misschien ook zeggen. Weet, mensen die zeggen dat kritiek je niks kan schelen, ik geloof dat niet. Je zit er altijd wel een beetje mee bezig. Want het cliché zegt ook, ja, lees 10 goede dingen en 1 slechte, onthoud het slechte. Ja, het is ook effectief zo. Wat is je slechtste gewoonte? Ik kan soms heel sociaal ongemakkelijk zijn met nieuwe mensen of zo. Er is iets, een kortsluiting in mijn kop en dan... Nu is al veel beter dan vroeger ook, zeg maar. Als ik met iemand afspreek ergens, op restaurant of op café, dan kan ik ook altijd wachten totdat die persoon er is om dan samen binnen te komen. Hoor. Ik zie de VRT-toren al opdoemen in de verte. Ik kan ook niet zijn, hoor. Nee, bedankt om mij te komen halen eigenlijk. Moest ik mezelf niet irriteren in het file verkeer, dus ik ben heel blij. Ik heb veel te weten gekomen over u. Is het waar? Ja. Maar misschien wist je gewoon nog niks. Nee, dat ook. Ja. Dat is ook een keertje.